Qua beauty en verzorging heb ik meer opgemaakt. Maar dat komt deels ook omdat ik mijn make-up stash heb uitgezocht en een heleboel heb weggedaan. En als eerste twee handzeep. Deze gebruik ik op het werk voornamelijk. Nou ja, voornamelijk alleen. Een haarmasker. Een shampoo. En kernspoeling. Deze vond ik wel heel fijn. 1, 2, 3. Oh, valt mee. 3 wat, 3 zetten met wattenschijfjes. Dan ook nog gezichtdoekjes voor het verwijderen van je make-up. Dit was een kleine reisverpakking. Een dag- en een nachtcreme. Een douchegel. Nog een douchegel. Sorry, ik heb de hik. En een mousse. Volgens alle drie erg lekker. Mijn tampen staan volgens mij. Had ik er nog één opgemaakt. Maar die zie ik niet meer liggen. Een doosje met wat staafjes. Een handcreme. Deze heb ik niet opgemaakt, maar wel weggedaan. Een lipscrub, maar het blikje is erg leuk. Maar ik vond hem niet fijn. En dan nog een lippenbalsem. En dan make-up. Een aantal veelstiften, lippenstiften en een lipgloss die ik nooit gebruik en die al heel oud zijn, een mascara die ondertussen ook al minder dan een half jaar oud was, oh, nog een klein parfumpje die op is, oogschaduw, blusjes. Die ik nooit gebruik. Een heel oud pallet. Die echt al, nou, waarschijnlijk al 10 jaar oud is. Die ondertussen weg mocht. Maar in ieder geval bijna 10 jaar. Een deo. En als laatste parfum. En dat was het qua beauty en verzorging.